Paco Plumtrek opent het seizoen dit jaar met een spectaculaire kroegentocht. En dat is helemaal nieuw in Almelo. Paco Plumtrek heeft dit jaar het Straten en Stroten Ensemble bereid gevonden om deze kroegentocht te houden. En ze gaan met hun instrumenten langs verschillende kroegen in Almelo. En dat zijn het Hokus, het Wetshuis, maar ook Café België. En als ze al deze kroegen hebben gehad, gaan ze weer terug naar het beginpunt van Paco Plumtrek aan de Bonenbroekse Straat. Oh, en wanneer beginnen jullie voorstellingen? Volgende week zaterdag, 15 september, hebben we de eerste band weer, Halfway Station. En hoe vaak kunnen we jullie in Paco Plumtrek met jullie voorstellingen bewonderen dit seizoen? Ja, in totaal zullen we een stuk of 30 verschillende evenementen hebben, waarvan een deel bij ons zijn en een ander deel in Theater Hof 88, het Liedjesmakersfestival, een ander deel in als onderdeel van een uitwisseling met Münster. Er komen ook muzikanten uit Münster in Almelo spelen. Dat zal in november zijn. Aanstaande zondag neemt Paco Plumtrek deel aan het Songwriter Festival Oost-Nederland. Dat is in een watertoren in Hengelo. Singer-songwriter sessies in december. We hebben een vol programma. Ondertussen even wat vragen. Hoe is het om met dit straatensemble in Almelo te mogen spelen? Nou, dat is geweldig. We spelen wel vaker hier. En de jongens die dat regelen, die hebben een goed doel. Dus daar doen we graag aan mee. En wat is dat goede doel? Nou, wat ik ervan begrepen heb, ze willen een mooi pand in plaats van afbreken behouden. Eigenaar van worden en dan daar iets moois voor cultuur doeleinden gaan gebruiken. Speel je al lang in dit ensemble? Zeg je? Ja, speel je al lang? Ja? En waar spelen jullie allemaal zoal? Almelo, in Almelo en in Almelo.